Want er waren weer festiviteiten aangekondigd in Mazeik. Derde wedstrijd in de finale van de play-offs. Tussen Mazeik en Asselenik. En met een 2-0 voorsprong kon Mazeik het voor eigen volk afmaken. En voilà, zo is het dus ook gegaan. De 14e titel al is een feit voor Mazeik. Daar hoort uiteraard een feestje bij. In de zaal de voorzitter en de coach, Mattie Raadschelders en Vital Heijnen. En hier naast Vital Heijnen zijn opvolger Brecht van Kerkhoven. Hij krijgt promotie van assistent naar hoofdcoach. Een hele uitdaging wordt dat. Vital Heijnen dan even niet meer strak, maar nat in het pak. Het hoort er allemaal bij natuurlijk op zo'n avond. En na zo'n seizoen, want na de beker dus nu ook de titel voor Mazeik. Mooie beelden en een flink feestje. Ja, en ja. Ze zitten intussen bij ons, Vital Heijnen. En de assistent die zijn opvolger wordt, Brecht liever van Kerkhoven. Is het laat geworden gisteren? Eerlijk zijn? Nee, niet echt. Hè. We zullen jullie als excuus gebruiken. Hè. We moesten zeven dagen proberen met niet te grote wallen verschijnen. Dus dat hebben we gedaan, denk ik. Hè. Ben je een beetje opgelucht dat het in drie wedstrijden is afgelopen? De eerste twee wedstrijden lastig, een vijfzetter telkens. Ja, natuurlijk. Maar ik moet daar een ander verhaal aan vasthangen. Ik word dus bondscoach in Duitsland. En om daar zo snel mogelijk te beginnen, zijn die Duitse nationale ploegen al aan het trainen in Mazeik. Dus ik train de afgelopen week twee teams door elkaar. Dus ik heb de speels van Mazeik gevraagd, doe het zo snel mogelijk, want dat geeft mij wat meer marge. En dat hebben ze fantastisch uitgevoerd. Ja. Hoe belangrijk is het, Vital, voor jou om met een titel te kunnen afronden? Hoe lang heb je in Mazeik gezeten nu? Wow, ik denk 27 jaar of zo, zoiets. Hè. Ongelooflijk, hè? Ja, is heel belangrijk. Hoe belangrijk was het voor jou om zo te kunnen afsluiten? Ik denk de eerste stap was vooral om het team volgend jaar terug aan de top te plaatsen, de Champions League te halen, was het belangrijkste. Maar het is natuurlijk veel mooier als je de laatste wedstrijd wint. Hè. Ja. Ik kan nu echt vertrekken met opgeven hoofd en de taak doorgeven aan Brecht. En zeggen aan Brecht, probeer maar beter te doen natuurlijk. Ja, Brecht van Kerkhoven, hoe groot zijn de schoenen waar je moet instappen? Ja, toch wel vrij groot, denk ik. Ik bedoel, sowieso is het niet makkelijk als Vital Heijnen op te volgen. Zeker een heel prominent figuur in het volleybal. Heel altijd voorop gestaan, dus maar ook daardoor heb ik heel veel kunnen leren van hem. Hij heeft mij vanaf dag één heel veel verantwoordelijkheid gegeven. En jaar na jaar heeft hij dat opgebouwd. Dus ik ben hem heel dankbaar voor wat hij mij heeft geleerd. En ja, het is nu volgend jaar aan mij om het te En heb je al een plan? Want hij zegt eigenlijk zegt hij, ik heb een beetje gefaald. Door die Final Four in de Champions League niet te halen. Ik wil daar wel over spreken. Kijk, Belgen zeggen altijd, je moet je doel halen en zo. Met leven, als je doelen te laag stelt, als je een doel haalt, was het te laag. Dus wij proberen altijd het doel zo hoog mogelijk te stellen dat je het net niet haalt. De Final Four hebben we gemist op twee kleine puntjes na. Begin er maar zeggen aan, Brecht. Ja, zeker. Het is niet makkelijk. Maar goed, je weet, Nolico, de Champions League is heel belangrijk voor ons. En zoals gisteren ook onze voorzitter aangeeft, een loting kan heel veel bepalen. Dus we kunnen nu wel schreeuwen dat we Final Four gaan halen. En daar gaan we ook elk jaar opnieuw voor. Maar het is ook belangrijk dat je in de loting wat meeval hebt. En dat hadden we toen wel, maar ja, net op twee punten gestrand. Dus hopelijk lukt het wel ooit één keer. Ja. Wat is je beste herinnering? 27 jaar. Wow. Ja, maar goed, dan ga je gewoon terug. Als je jong bent als speler, de eerste keer kampioen spelen. Ik was toen toch al 20 jaar of 21 jaar of zo. Hè. Dat blijft het mooiste. Hè. Dat kan me nog herinneren. Heel veel zaken zijn weg. Als coach? Als coach ben ik altijd iemand geweest die gemikt heeft op het Europese verhaal. Hè. Kijk, als je een keer of 10 kampioen speelt van België, dan wil je iets anders. En dus toen de eerste keer, we hebben een Final Four gehaald in de tweede Europabeker, de CEV Cup is dat dan. En daar hebben we ergens op een ongelofelijke manier in Polen dat afgedwongen. En dat zijn zo de twee momenten die mij, als men mij vraagt, het snelste bijkomen. Altijd je eerste keer iets halen, dat is het mooiste. Hè. Ja. Het is alleszins een coach, Ivan, met emoties. One thing I don't want, that's what we are like. No emotions. So all you fight, all you cry, all you shout, all you shit on somebody, but you do something. Hey, this I don't like. We are giving the points away. Stop this bullshit. Tegen de Italiaanse landskampioen. Ja, memorabel volleybalavondje in Mazeik. Ja, dat zijn de schoenen waar je in moet stappen. Waarom is hij zo'n goede coach? Omdat
Ja, hetgeen wat hij wil van de spelers, geeft hij zelf. Ik bedoel, de emoties, de motivatie, alles wat erom draait, dat toont hij zelf. En dan volgen de spelers. Dus de begeestering die hij in het spelletje steekt, dat spreekt zodanig aan. En daar ga je zo automatisch mee in dat zog. En daarom denk ik dat het heel goed werkt bij de generatie van tegenwoordig. Je bent ook graag anders dan de rest. Hè? Je laat bijvoorbeeld de spelers zelf een beetje kiezen in bepaalde periodes. Wanneer ze trainen, hoe hard ze trainen. Is dat typisch Vital Heijnen? Ja, het is typisch voor het verhaal wat we schrijven. We schrijven een heel concept uit. Hè. En wij geloven in mensen. Hè. Kijk, 18-jarigen kunnen zelf beslissingen pakken. Geloof dat. De jeugd van tegenwoordig is niet lui of is niet inactief. Nee, die willen iets doen. Maar je moet ze kansen geven. En we zijn heel erg bezig om mensen kansen te geven. Een heel positief verhaal. Geloof in mensen. Wij geloven heel erg in hen. Ja, dan mogen ze heel veel doen. Ga je dat verhaal kunnen verkopen aan de Duitsers ook? Ik ben al volop bezig natuurlijk. Hè. Ik denk, daar zijn we mee gestart. Je bent deze week boos geweest. Waarom? Omdat ze dat verhaal niet volgen. Hè. Ik ben heel geduldig. Hè. Zo ongeveer een half uur kan ik wachten als zo'n naast gedaan. Hè. Na een half uur zeg ik, jongens, nu is genoeg geweest. Wat bedoel je dan? Ze volgen me niet? Op training leg je een bepaald concept uit, hoe ze moeten spelen. Ze voeren dat één keer niet uit. Eén keer mag je een fout maken. Bij de tweede keer stop ik het. Hè. Van, luister, het is ofwel volgen ofwel niet meedoen. En dat is heel simpel. Hè. En als je mensen een verhaal uitlegt, mensen stappen daarin, dan moeten ze het verhaal uitvoeren. En dat is, ik vind het heel simpel, doe ik elke keer opnieuw en dat werkt zeer goed. Mensen mee in een verhaal pakken, ze overtuigen. Ze moeten zelf overtuigd zijn, maar het mag niet mijn verhaal zijn. En één keer dat ze zelf overtuigd zijn, gaan ze dat uitvoeren. Ja, echt wel grote schoenen wat je in hebt. Ja. Ik heb veel geleerd in die 4 jaar, dus we gaan zeker op dat elan verder gaan. Ja. En je hebt alleszins nog geen streken gekregen, Brecht, want je moet eens kijken. De persconferentie waar je aangesteld wordt, dan kom je daar zo toe. Geen Mercedes of BMW of wat dan ook, nee, de fiets. Is dat ook een beetje typisch voor Mazeik, dit verhaal? Veel kandidaten voor de job, dan kiezen ze voor een jonge gast uit eigen huis eigenlijk. Zo mag je het noemen. Hè? Nou, ik denk het wel. Mazeik is een heel grote familie. Ik bedoel, ik krijg wel die zware grote schoenen aan, maar ik weet dat ik er helemaal niet alleen voor sta. Ik bedoel, we hebben een heel mooie structuur opgebouwd daar en door de jaren heen in Olico. Dus ik weet dat iedereen achter mij staat en ook Vital zal daar nog wel een grote rol in spelen. Dus blijft hij ondersteunen. Hè? Ja, ja. Wat zijn zijn belangrijkste aandachtspunten, Vital? Ga ik niet voor spreken. Hè? Ik ga alleen maar achteraf kritiek geven. Dat is zo fijn. Stuurlijn in de wal mogen staan en achteraf mogen zeggen. Dat had ik toch wel anders graag gezien. Hè? Ja. Ja, want dus jullie zijn heel lang een duo geweest. Hè? Ja, we zijn nog, ik weet niet, er wordt niet over gesproken, maar we zijn nog een duo. Wij doen een Mazeik duo. Wij doen een beachvolleybalverhaal met Muha Gielen, die probeert Olympische Spelen te krijgen. Doen we samen. We doen op dat vlak heel veel onder elkaar spreken en zaken oplossen. Jullie zien elkaar meer dan mekaars vrouwen, heb ik de indruk. Hun eigen vrouw. Of hun eigen vrouw. Maar goed, we slapen nog altijd. Ieder met zijn eigen vrouw slaapt die 8 uur. Dus 8 uur per dag zijn we onze eigen vrouw. Zeg, en kort nog, de Duitsers, je wil daarmee naar de Spelen. En dan wil je eigenlijk ook een medaille, zeg je. Hoe groot schat je die kans in? Kijk, nu ben ik weer terug met mijn doelen bezig. Je moet de doelen hoog genoeg stellen, want stel je maar voor dat het te laag stelt. Ja. Hè. Maar eigenlijk is de uitdaging veel meer voor Brecht en mij dat we met 2 teams op de Olympische Spelen zullen staan. Eentje met beachvolleybal dames en eentje de Duitse nationale ploeg. Dat zou fantastisch zijn. Eigenlijk. Met coaches die in 2 sporten, 2 verschillende landen... Dat is een beetje zo het droomscenario. Hè. Maar met eentje zijn we wel tevreden. Hoor. Je hebt er alleszins de energie voor, heb ik de indruk. Absoluut. Vital Heijnen, Brecht van Kerkhoven. Hartelijk dank voor jullie komst naar deze studio.